Beste kijkers, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Tafel in Coronatijd. En ook welkom Ina Hogenes en Hille Faber. Met jullie heb ik een gesprek naar aanleiding van de uitgave van een bijzonder kunstboek. Namelijk een boek dat heet Omstreken en het is van de schilder Johan Haanstra. Daar gaan we in dit gesprek nog uitvoerig op in. Maar stel jullie zelf eerst even voor. Wie is Ina Hogenes en wat is de relatie met Johan? Ik ben Ina Hogenes. Ik ben de vrouw geweest van Johan. 23 jaar getrouwd geweest. Ik ben een oud leerling van hem. Ik ben na de academietijd met hem getrouwd. En ben in 1976 met hem naar Warns verhuisd. Ah. Toen had hij zijn pensioen gehaald. Mooi. En even over die tijd. Johan was toen docent en schilder in Enschede. In combinatie. Ja. Jij was leerling van hem? Ik was leerling. Oké, je hebt hem in die tijd ook meegemaakt? Ja. Ja. Okay. Ik was eerst een beetje bang voor hem. Ja. Het was helemaal niet zo'n schilder wat je zo dacht. Het was een grote man, okay. Grijs tweedjasje, beetje string. Hij dong ontzag af. Grote wenkbrauw. Okay. Ja. En een beetje string. Ja. Ja. Okay. Nou goed, en jij hebt de hele omslag en overslag naar Friesland gemaakt. Daar gaan we zo meteen nog uitvoerig op in. Hè, als we over het leven en werk van Johan verder nog op ingaan. We gaan even naar Hille. Hille. Hille die komt uit Warkum. Het jaren actief is in de Gerber Rietman Stichting. Ja. Maar op het laatst steeds meer in de boeken. En op een gegeven moment hebben we zijn die boeken, dat wordt een aparte stichting. Stichting De Riep. En die jouwt boeken uit oer Friesland, oer alles wat eigenlijk in deze buurt plaatsvindt. Nou, en okay. Die het uiteraard Wijns en Johan Haanstra hier direct bij. Oké. Okay. Nou, mooi dat jullie allebei hier aan tafel zitten. Want dan kunnen we vanuit die twee invalshoeken Johan Haanstra belichten. Nou, wie was Johan Haanstra eigenlijk? Hij is hier in Warns terechtgekomen. Maar even iets over zijn leven en werk, Ina, met jou te beginnen. Hij was van... zijn vader was van Friese afkomst. En hij is zelf opgegroeid in Goor. Naar de HBS geweest. En zijn opleiding aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunst in Amsterdam. Mm-hmm. Genoten heet dat. En daarna heeft hij een tijdje geleefd van portretschilderen. Dat kon hij goed. En toen de school, de nieuwe academie in Enschede werd opgericht, is hij gevraagd om daar docent te worden. Ja, ja. En dat heeft hij gedaan. En toen hoefde hij niet meer voor Den Brode portretten schilderen. Aha. Ja, en als leerling wist je helemaal niet wat hij ooit gemaakt had. Dat kwam allemaal later pas. Je mocht pas in de eindexamenklas thuis bij hem thuiskomen om te zien wat hij zo deed. En hij was behalve docent ook actief nog in het hele culturele leven, in allerlei commissies? Ja, dat wel. En hij maakte ook wel, deed wel opdrachten. De grootste waren de baksteenmozaïken voor de Vrije Universiteit in Amsterdam. En diverse wandtapijten. Maar de tentoonstelling of zo heb ik nooit gezien in die tijd. Maar hij had wel een zekere landelijke bekendheid met zijn werk. Jawel. Docent ook ja. Wel. Ja. Ja. Had ook wel zijn prijs gewonnen. Als leerling wist je eigenlijk niet wat die man deed. Nee, nee. Hij wilde ook niet dat je hem nadeed. En dan ontstaat er op een gegeven moment toch een klik tussen de leerlingen, Ina. Ja. En tussen de docent. En, ja. En ik heb ook iets gelezen over dat het ook een worsteling was in met zijn werk, docentschap, vrije tijd. Dat zag jij waarschijnlijk? Hij was heel erg geïnteresseerd in mijn werk. Vooral door de kleur. Mm-hmm. Hij wilde altijd wel eens weten, waarom maak je dat nou groen? Leg dat eens uit. En dan zei ik bijvoorbeeld, dat voelt groen, dat moet gewoon, dat kan niet anders. Ja, ja. En dat vond hij dan een hele, ja, misschien voor hem een eye-opener. Maar in elk geval is hij gaan zoeken, een nieuwe weg gaan zoeken in zijn werk. Mm. En dat begon dus eigenlijk al toen ik nog op de academie zat. Ja, ja. Ja. Oké. En
dan komt op een gegeven moment ook een nou, jullie hebben dan op een gegeven moment een relatie. En dan is er op een gegeven moment ook een verandering in het werk van Johan merkbaar. Via die kleur. Ja. Het zoeken naar meer vrijheid. Ja. Dat is zo omschrijven? Dat is eigenlijk pas echt begonnen toen we getrouwd waren. Ja. Na de academietijd. Okay. Ja, en ik denk ook dat je door naar Weinstein mogen binnen. Ja. Ja, hoe is die liefde van Friesland ontstaan? Ja. De liefde van Friesland, dat komt gewoon omdat Sien Haidt vroeger om de keukentafel vertelde aan de jongens van een voettocht van Dokkum naar Ije. Ja. Daar woonde zijn tante. En daar heeft hij zo prachtig over verteld dat er in Johans hoofd iets bleef zitten van: als ik ooit mijn pensioen haal, dan wil ik naar Friesland. Mooi. Ja, en dan is het heel leuk. Dan zit hij in een commissie, in een Rijkscommissie Beeldende Kunst. Ja. En moest er van Enschede, naar Den Haag of Amsterdam. En dan trof er mevrouw Faber-Harnstra, die van de cultuur hier weer dat doet. Die trof en reizigen naar Den Haag. En dan vertelde hij dat hij zo graag hier naar Friesland wilde. En door het hij om haar veren kist om mij helpen om een mooi huis of een weerruimte, zodat ik waarom kan naar Friesland. Nou, en toen heeft mevrouw Faber-Harnstra die het contact zocht, eerst met een notaris in Warken, dat wie meneer Tuinstra, wie ik een kunstliefhebber, die hier we kunden onder een lokale makelaar, Jannie de Vries. En die hebben Ina en Johan uitnodigd om hier te komen. En nou, dat kist ook beter zelf vertellen, hoe je mijn wijs komt. Ja, we hebben al één hoesje gezien. En ik dacht, daar wil ik net wenen. Maar Johan woest zo graag voort. Ja. Dat ik denk, dit wordt spannend. Maar ze zei, nou heb ik nog één hoes, maar dat is, zit ik een bouwval aan. En je krijgt 4000 gonen als je het als krot opromt. Ja. Maar het hoes wat er aan vers zit, dat is te bewegen. Dat wij daarheen. En wij wien geliek voor de bijl. Ja, je had als het ware een huis en een project gekocht. Ja, ja. Ja. Hey, en dat, dus dat werd toen de liefde voor Friesland. Maar dat was inderdaad een hele omslag. Omdat de droom van Johan uitkwam. Ja. Met ja. zijn grote liefde samen naar Friesland. Ja. En die ontwikkeling in het werk. Want, dus dit ging even over die verhuizing. Maar dat stond ook wel symbolisch voor. Want daar heb jij een keer gezegd van, wat zag jij in Friesland? Licht en ruimte? Ja. Licht. Het licht weer opvallend. Ja. En, ik bedoel, ik denk dat het natuurlijk een banner het dat ik had. Ja. Maar hij hier dat ik. Hij voelde hier dus het licht, voelde hij anders als in de Achterhoek. Ja. Ja. En de lucht. En de lucht. En de lucht. Hij is nooit meer verkouden geweest. Ja. Niet meer verkouden geweest. Het zijn meer mensen die in Friesland zijn gewonnen om de lucht en het landschap. Ja. Hè? Ja. 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 Mooi. Hey, en we zien en in zijn werk zien we dan ook de omslag. Hè? Want de kleurrijkheid van het werk, de vrolijkheid, het speelse. Nou, we zien ook een voorbeeld hier. In het boek waar we zo over komen te spreken, daar staan ze ook allemaal. Dan komt die beweging. Jullie gaan in het huisje wonen. Heel veel, denk ik, bouwen, verbouwen, opbouwen. Maar ook werken aan kunst. Ja. Hoe liep dat? Pakte Johan meteen de draad op met kunst weer? Ja, hij kwam dus uit Enschede met dit soort werk. Ja. Kleurvlakken, kleurbanen. Ja. En hij ging daarmee door. Ging ontwerpen maken met gekleurd papier. Ja. En hij zei wel eens, ik ben nou zo gelukkig met die strepen, maar als het dus op een landschap gaat lijken, dat zal ik niet tegenhouden. Nee. Zo. En hij had het atelier, het krot, hebben we zo snel mogelijk opgeknapt. Ja. Waterdicht gemaakt, glas erin. Ja. En toen kon hij aan het werk. Ja. En verder hebben we het huis zelf geschilderd en zo, maar ook een aannemer gehad. Maar hij is toen enorm uiteengezet, deed niks anders dan schilderen, vond het heerlijk. Ja. En kreeg toch een keer het gevoel, het zou misschien toch eens wat wezen. Ja, ja. Ja, en los van Enschede, maar ook van dat stuk geschiedenis van de combinatie van het docentschap en kunstenaarschap. Dus dat was op een gegeven moment ook een,
gaf hem ook ruimte en inspiratie om meer dingen te doen. Ja. Hij wilde ook niet meer naar werk van leerlingen kijken die wel eens op bezoek kwamen. Hij zei, ik ben geen docent meer. Nee, okay. Ik wil nu zelf. En hoe zat het met exposities? Want hij heeft ook een tijd niet meer geëxposeerd even. Nee. Maar hij kreeg een tentoonstelling aangeboden door Tom Mercure in het Fries Museum. En dat ging toen niet door. Ja. En toen heeft Johan had reproducties laten maken van zijn nieuwe werk in Warns. Ja. En dat heeft hij rondgestuurd naar galeries in Den Landen, waar hij wel eens kwam. En daar reageerde Galerie Espas uit Amsterdam op. Hmm, en daar heeft hij dus zijn eerste tentoonstelling gehad. Het nieuwe werk. Ja. En later ook Ewal in Leeuwarden. Oké, dus toen kwam de toen kwam het weer om aan te het laten rollen. Zien. Ja. Ja, prachtig. Ja, prachtig. Dat was geweldig. Nou, en dan gaan we eigenlijk de opmaat naar het boek. Hille, er ligt een prachtig boek, Omstreken. En het bijzondere is dat er dus ook gedichten bij staan. Maar vertel eens even over hoe is dat ontstaan. Want het is en de schilderijen van Johan. Ja. En prachtige gedichten, tweetalig, van Eppy. Vertel. Ja. Nou, dat is op zich ik een verhaal. In de tijd dat Johan en Ina Jerry Wijs kwamen, wie ik volslijn waande in de muziek. Ja. In de Friese muziek. En een van de spelers bij mij, dat wie Pieter, en die ziet op Minerva in Grijs, op een kunstacademie. En die wie altijd helemaal gek van ene Johan Haanstra. En die had bij mij in de jaren, nou, sinds mijn eind jaren 70, begin jaren 80, die namen Delijn. En ik had doof van die expositie in Amsterdam Espas. Er is een brochure van uitkomen en die is bij mij thuiskomen en die lag bij mij op de tafel. En doet ik dus safolle je letter, ik denk wel 40 je letter, dus met die boeken bezig hier. En ik, mijn Appie en Linke, het boek Chillup maken hier. En zij bij, ik wil bij me thuis komen om erover te praten. Zeggen ze op een gegeven moment die brochure lezen van Johan Haanstra. En zei Appie, wat is dit? Wie is dit? Ja. Nou, ik zei, must maar zien, dit is een geweldige schilder. Het je echt nog heel dichtbij ben in Wijs. Nou, hij kon hem net, hij had het inzoen. Het mij vregen, Mike, dat het weekend even mij hè, naar huis. Ja. Nou, neem maar mij. En wie schetst mij verbazing de week erop, deze wasis, zei het Jimmy, ik heb de eerste gedichten al maken. Hmm. Nou, toen was het idee geboren. Ja, toen, toen heb ik Jimmy zei, nou ja, dan moeten wij contact opnemen met Ina. Nou, daar zeggen we beide dus een bultje om, want hoe doe je dat? Hmm. Maar dat is lukt en... ja, toen wie hij sinds maar in een kwestie van een misschien een jaar hier, dik hier. Hier hij al die gedichten hier hij maken bij die brochure van Espas. Maar het grootste probleem weer dat bij Espas weer in principe al de schilderijen verkocht. Oh, ja. Dus ik hier geen enkel beeldmateriaal behalve dan wat er in dat boek stond. En om de eigenaars van die schilderijen weer te vinden, wie onmogelijk. Wie net het man. Ja. Dus ja, daarom had het. Dit, we praten over 2016, 2017. Dus dat is alleen uitzocht. En ik heb een fotograaf die onder hoe en ik fotografeert bijvoorbeeld van Helmantel. Die zit in Ljout. Echt een specialist. Ja. En die, nou, die had in principe al die. Platen die we dus nog gierden, die foto, dat fotomateriaal, het die reproduceren in van dit boek. Okay. Op een hele goede manier. Dus jullie hadden nog zeg maar fotomateriaal van de schilderij, ook schilderijen die al op drift waren, die al verkocht waren. Die schilderijen weer absoluut niet meer te vinden. Oké, maar dat is op die manier dus met vakwerk teruggehaald en voor het boek geschikt gemaakt. En toen het Appie in eerste instantie had hij dus die 29 Friestalige gedichten maken. Maar doet we zeiden van ja, misschien je werkt naar Enschede. Het moet eigenlijk ook verder als alleen naar Friesland. Het er dus die gedichten echt nog even oerzet in het Nederlands. Ja, dat is mooi. En dat is natuurlijk een hele grote klus. En nu even over de connectie, de verbinding dus tussen die schilderij en de naamgeving. Dat vind ik ook een mooi verhaal. Ja. Want ik kom namen tegen van allemaal mooie Friese naamplaatsen. Ja.
En dan denk ik, hoe zit het met die verbinding met die schilderijen? Nou, Ina, Johan had aanvankelijk eerst in Warens 1, Warens 2 en zulke nummers. Toen kwam die tentoonstelling voor Espas. Ja. Toen zei hij, nou zit ik toch wel met die aanduiding dat je kunt het niet onthouden. Verschrikkelijk. Ja. Weet je wat? Ik ga Friese plaatsnamen geven. Vind ik altijd zo prachtig. Zoals Cubaat. Ja. En nou, het Ritsum, ga maar door. Maar hij zocht iets uit wat paste bij het schilderij. Dus het schilderij was er eerst. Moest het een naam hebben. En hij had zelfs een schriftje met namen. Alles met A beginnend, B, C enzovoort. En hij zocht daar dus iets uit wat paste. En hij haalde uit het telefoonboek, geloof ik. Hè? Ja, uit het telefoonboek. Uit een soort registratie pikte hij de namen op de klank. En we waren er nooit geweest of zo. Maar gewoon, het had voor zijn gevoel een relatie. Dus we hoeven niet op zoek te gaan naar landschappen. Maar wel een associatie die Johan heeft gehad. Met de naamgeving en het gevoel van het schilderij. Ja, echt een naam. En hij zei, als ik door de plaatsnamen heen ben. Dan ga ik op jongens en meisjesnamen over. Ja, ja, okay. Maar zover is het niet gekomen. Nee, mooi. Maar Peter, het is misschien aardig. Ik heb een gedicht uitzocht. Ja, leuk. En het is misschien aardig. Dit gedicht wat ik uitzocht, Hedonia Beuren, leidt heel dicht bij Workum. Ja. Tussen Workum en Gaast, vlakbij Verwarden, bij de Sediek, stiert een riechje huizen, mijn pleets en nog wat. Ja. En dat Hedonia, buurtskip. Ja. En dat Hedonia Beuren. En ik wil graag dat gedicht voorlezen in Fries. En dan doet Ina dat in het Nederlands. Laten horen. Ja, Donia Beuren. Te lang haar oude tieren door. Maar in je verschil en alles onder hang, zes stoel ze stil in Donia Beuren. Gries is in prijs, pine koerde skworen in skiet hakkenslag, een zwartgallig gelach van opbrutsen ijs. Hoe vindt in je waarom de jeugdige slom van achternij, de simmerskindij en milde het het, oors als in het palet van de skilder die ta vreugde onzet. Prachtig. En als het goed is hebben we het beeld dan even tussen, zodat we over de combinatie van jouw mooie voorleesgedicht en het beeld hebben. Ja. En dan gaan we naar in het Nederlands. Ja, Ina. Donia Buren. Te lang is oude tijd gaan duren, met één verschil en alles aan de hang zet jij haar stil in Donia Beuren. Grijs had zijn prijs, pijn die bleef schuren, een winterhielslag, het zwartgallig gelach van het opgebroken ijs. Hoe vind je weer om de jeugdige droom van achteraf een zomerse dag en milder de wet, anders dan in het palet van de schilder die tot vreugde aanzet. Mooi. Ja. Dankjewel. Mooi. Ja. Nou ja, en waar kunnen we het werk, en we kunnen de kijkers het werk ook zien en kennis maken? Allereerst het boek. Ja. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel, neem ik aan. Ja, zeker. Roenom in Friesland, de erkende boekhandel. En we hebben natuurlijk door het boek uitkomen, hebben zijn van het zo mooi wezen. Had er ik werk nog van Johan Hingekin. Ja. Er is nog een heel soort werk van Johan. Ja. En door hebben we Belvedere, Museum Belvedere in Heerenveen, Reefoen om een kabinet te wijden om Johan Haanstra. Tegeren mij een werkman die er nou hing het. En nog een paar wichtige skillers. Ja. Dus in het kabinet, dus in de vleugel van Belvedere, is een apart kabinet, zaaltje, onderdeel met niet al het werk, maar een selectie van het werk van Johan. Van dit kleurrijke werk. Ja. Mooi. Ja. Ja. En dat kan nog steeds gezien worden, want hij is geloof ik in oktober is die tentoonstelling geopend. Ja, en die loopt eindigt door tot december. Op hetzelfde moment is er bij Galerie Hogenbos in Gediek, hing je echt nog een tolftal schilderijen. Ja. Er is in Heinz in de galerie, hangt ook werk van Johan en ook van mij. Ja. Oké, prima. Tegelijkertijd. Ook jouw werk zien. Ja. En wel mensen en wel even reserveren. En dan, want het is gelukkig nog allemaal toegankelijk. Ja, en in januari, dat word ik nog even kwijt, hebben we een hele grote expositie van werk van Johan Haanstra in Enschede. Dus het plak weet er
altijd lesjoen hebt. Een ek in een galerie die een beetje annex is met de Scuola, de kunstacademie. Ja. En dat heet de Villa de Bank. Is een prachtig mooi oud huis. Okay. Weert, nou, 50, een liefste 50 schilderijen komen te hangen. Ja. Grote overzichtstentoonstelling. Ja. Vanaf 9 januari Enschede ja. ook te zien. Dus drie keer het boek. Vlakbij in Heerenveen in het kabinet. Ja. Een mooie uitstalling. En vanaf 9 januari overzicht en tentoonstelling. Mooi. Ja. Nou, beste mensen. Ik vergeet nog één ding. In Almelo is er vanaf 22 november een tentoonstelling die heet De Haan Straas. Want Johan kwam uit een familie, zijn vader schilderde. Twee broers die schilderden en hij zelf. En je had nog een broer die mooie films kon maken. Ja, ja, die schilderde ook vroeger. Oh, die schilderde ook. Ja. Want ik ken hem natuurlijk aan de film, hè? Ja. 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 En daar is, die duurt tot 19 januari. Oké. Okay. En mooi. Dat is in Hof 88. Mooi. Dus er is veel te zien. Mooi, mooi. Nou, ik vond het een heel mooi informatief gesprek over een hele bijzondere kunstenaar met een mooie geschiedenis. En een leuke verbinding die gelegd is eigenlijk vanuit de uitgeverij van jou, Hille en Eppie. Dan met zijn mooie gedichten en het werk wat van Johan en waar Ina bij betrokken is. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor dit gesprek. En ook heel veel succes en plezier werken met het verder uitdragen van het werk van Johan Haanstra. Ja. Hartelijk dank. Dank je wel. Hey. Fijn. Beste mensen, dit was dan weer een aflevering van De Tafel in Coronatijd. We hopen dat u ook van dit gesprek weer genoten heeft. En graag tot de volgende keer.